een stuk waarin de vrouwenrollen door mannen worden gespeeld. Maar jij niet. Nee, nee, ik ben te behaard. Over het Vlaamse muzikale gevangenisdrama Lelies gaan de spannendste geruchten. Het zou vooral verbluffend zijn. Musicalworld.tv reisde af naar Antwerpen en zocht het uit. Mensen, welkom. We gaan een blokje van Green Nummers doen. Ik hoop dat jullie genieten. Mijn hart focus, mijn ziel bestrijd. Is goed, ik snel de polisij overmijd. Het leven is wat alles wat ik onderdraai. In alles wat ik voel en denk verborgen gaan. Is het waar, als alles goed gaat ik op het leven kan. Als het fout gaat ik haast niet meer leven kan. Nu hebben we net drie songs gezien, oké, okay? Los van de context. Ik zie allemaal mannen die worstelen met allerlei gevoelens. Wordt het zwaar voor het publiek? Het wordt niet licht voor het publiek, maar het is niet alleen maar zwaar. Het is een zwaar verhaal, want het gaat over liefde en moord en berouw en ja, vertrouwen en jaloezie. Het gaat over de grote emoties, maar het is niet alleen maar zwaar. Wie is de ware van Valier op dat moment? De ware van Valier is zeker Simon. Ja, ja. Dat is, staat ik buiten kijf. Maar als jij zegt het speelt zich af in 1912, zal dat een heel beladen liefde zijn? Dat is natuurlijk een beladen liefde. Ik bedoel, homoseksualiteit in die tijd was helemaal niet vanzelfsprekend. Dat bestond niet, daar werd niet over gesproken. Ja. Daar hebben wij met Martin Michel ook heel veel gesprekken over gehad van, ja, we zitten in 1912. Ik bedoel, dat onderwerp is niet voor de hand liggend. Dus dat hebben we zeker meegenomen in de voorstelling in het spel. Dat is een heel belangrijk thema. De vriendschap die er tussen ons ontstond is weg. Wat onze zielen sinds die tijd verbond is weg. Ik kan niets anders dan in stilte achterblijven. Waarom smeken? Waarom vragen? Waarom reken ik op u om mij te dragen? Wat een geweldig lied, jouw solo. Ik zag wat spelen met vuur. Ik zag heftige emoties. Vertel, wat gebeurt daar? Ja, we praten hier inderdaad over het nummer Waarom Bidden. Ik zing dit lied eigenlijk in de eerste plaats tot God, omdat er van alles met het personage gebeurt. Er zijn eigenlijk wel een beetje gevoelens tot Simon. En op een bepaald moment... Simon gespeeld door Timo de Schoon. En op een bepaald moment besluit hij met iemand weg te gaan, terug naar Parijs. En ja, ik zit vol woede en jaloezie op dat moment. Vandaar dat dat nummer dan op dat moment in de show komt in het tweede deel. Die rent een doodgewoon weg uit ons midden. Ik blijf praten, maar van u kan blijft het stil. Zeg me waarom ik in godsnaam nog zou bidden, als u al mijn woorden toch niet horen wil. Dit is natuurlijk een prachtig moment voor in een musical. Een gesprek rechtstreeks tot God, worstelen met gevoelens. Maar ik zie jou ook heel gevaarlijk spelen met lucifers. Wat is daar aan de hand? Ja, dat is eigenlijk om mijn gevoelens te kunnen uiten. Dat is eigenlijk min of meer een geheim voor mezelf. Ik speel inderdaad met vuur en er gebeuren later ook nog allerlei dingen waar ik eigenlijk nog niet zoveel over. Ik raak iets dat we pas gaan zien als we komen. Ja, zeker een reden om eens langs te komen. Nu zie ik op de poster bij de sponsors de betrokkenheid van bijvoorbeeld de Gaykrant. Is het een emancipatorisch stuk? Vraagt het stuk om meer begrip om homoseksuele jongeren? Nee, niet per se vraagt. Het gaat over homoseksuele liefde. Mm-hmm. Dus het gaat over een liefdesrelatie van twee jonge mannen. Dus, maar
de stuk gaat over liefde, niet over homoseksualiteit. Het speelt zich af in 1952. En er wordt een verhaal verteld van 40 jaar daarvoor. Dus ik denk dat ik niemand, je hoeft zelf niet homoseksueel te zijn, denk ik, om te weten dat de aanvaarding in die tijd helemaal nog niet was wat ze nu is. Wat ze nu nog maar is, dat gaat traag, blijkbaar. Ja. Ja. Het gaat gewoon over liefde tussen twee jongens. Dus ja, dat is wel heel voor de hand liggend. Maar ik denk, als je naar de voorstelling komt kijken, dat je die eerste twee minuten zal je denken, oh ja, het zijn twee jongens. Oh ja, snap je? Dit is de relatie. Maar ik denk, als het goed is, en ik, daar ben ik eigenlijk wel zeker van, dat mensen na twee minuten zoiets hebben van, dit is gewoon een relatie tussen twee jongens die elkaar doodgraag zien. Ja. Dus na twee minuten maakt het eigenlijk niet meer uit. Dus ik denk, er zullen allerlei reacties zijn, daar ben ik zeker van. Er zullen mensen zijn die geschokt zijn, die, oh, op toneel, wow. En andere mensen, die gaan het gewoon na twee minuten vergeten en gewoon denken van, oh. Gaat het stuk dan ook fysiek ver? In een relatie, ja. Wat komt daar allemaal bij te pas? Een kusje. Een kusje, nou ja, ik bedoel, als je bang bent voor een kusje, dan, dan ga je ogen optrekken, ik zal het zo zeggen. En de moeder wel weer terug naar even weer naar hem. Ja. Ik zie natuurlijk gelijkenissen met jouw vorige verbintenis met Judas Theaterproducties, Ganesha. Heb jij deze regie opgepakt vanwege die goede herinneringen aan Ganesha? Zeker. Ganesha was echt een hoogtepunt in mijn carrière, vind ik. Zo'n kleinschalig intieme productie. Met zoveel liefde gemaakt. En hopelijk dit ook. Weet je, ik heb een hele goede relatie met Sam als producent. En nu is hij componist. En Alan en ik werken al jaren samen. En ik was zo blij met Ganesha. Dus toen we begonnen met deze, ik heb meteen ja gezegd. En dan hebben we gekeken naar de script en de film. En dat is zo'n heel fijne samenwerking. Een heel ontdekkingsreis voor een nieuwe musical. De laatste maanden was jij erg gelukkig. Over je carrière vooral. En ik heb je net zien optreden. Ook daar was je compleet in je element. Wat bijvoorbeeld kun je van jezelf kwijt in Lelies? Je maakt in je leven natuurlijk allerlei soorten dingen mee. Waardoor de rugzak die je met je meedraagt steeds voller wordt. Zo ook een aantal, noem het, minder leuke dingen in je leven. Of op liefdesgebied. Dat zijn laadjes die ik als acteur voorheen niet kon openen omdat ik niet wist. Omdat ik het nooit had ervaren. En ik zeg dat nu met een glimlach. Maar nu heb ik het ervaren. En nu kan ik dat laadje opengooien en die emotie van die ik ooit gevoeld heb plakken op scènes die ik nu heb in deze show. Wel van het spelen voor een grote zaal, maar dit is toch wel eens nog iets anders. Ja. Omdat dit ook een heel intieme voorstelling is. Het moet het hebben van het eerlijke spel. Ja, het is gewoon een heel eerlijke voorstelling. En dat maakt het deze keer wel anders. En ook wel heel spannend en een echte uitdaging voor mezelf. Gewoon dat het, het gaat een stapje verder. Dat is wel een beetje mijn mening. Je wordt gewoon beter omdat je, ja, je weet nu waar je het zoeken moet in je systeem. Welke emotie? Oh, wacht even. Dat heb ik ooit ervaren. Dus dan roep ik dat gevoel op. Ben je eraan toe op dit punt van je leven? Absoluut. Ja? Ja, zeker weten. Jij bent een van de vrouwen? Ik ben een van de vrouwen. Ik ben de barones de Hu. Lydiane de Rosier. Mm-hmm. Ik ben een Parisienne. Die uit de grootstad komt. Parijs. Je gebaart ook al als een Parisienne. Ja, het is een beetje dingen typecasting, denk ik. Ik ben de vrouw van de baron, de Hu, uiteraard. En mijn aandeel in het stuk is eigenlijk, ik ben een beetje de sidekick, om het groot uit te drukken, van madame de Rosier. Zij is een vrouw vanuit een hoge klasse, zeg maar, een hoge klasse milieu. En die komt naar Canada, naar het stadje Roberval. En die ontdekt daar een soort van nieuwe wereld.
nieuwe mensen op een zo positieve als negatieve manier. Ja. En een nieuwe man. Op zich ja, het is een rol die niet echt heel veel aandeel heeft in het stuk, maar die kleine dingen, daar kan je toch wel leuke dingen mee doen. Ik zou niet zeggen dat het echt een grote rol is, maar het is wel toch wel een aanzienlijke rol in de zin van dat die wel redelijk belangrijk is voor het verhaal. Ja. Ook sleutelrol. Ja, het is een sleutelrol inderdaad. Waarom weet je het al? Liefst, ik ben je moeder. Hoe moet ik me dat voorstellen? Een stuk waarin de vrouwenrollen door mannen worden gespeeld. Het is zo, het is een mannengevangenis. En in de gevangenis wordt een toneel opgevoerd voor iemand. En er zijn vrouwenrollen, dus uiteraard moeten die dan door mannen worden gespeeld, want er is geen enkele vrouw aanwezig in die gevangenis. Ja. En ik denk wel dat we kunnen zeggen dat de mannen zich goed vereenzelvigen met de vrouwen. Hoe ga jij en Ara en Laurens ervoor zorgen dat wij niet ginnegappen, dat wij niet gniffelen om het idee, daar zijn drie mannen vrouwen aan het spelen? Door het integer te spelen en door niet in dat karikaturaal te stappen. Het is misschien moeilijk uit te leggen, maar je bent een vrouw. Je speelt geen vrouw. Ik vind het geen gimmick. Ik zal het zo zeggen. Het is geen La Casa Vol waar je naartoe komt kijken. Ik speel geen vrouw. Want dan ga ik heel raar namelijk acteren als ik een vrouw ga spelen. Wat ik probeer te spelen en wat ook vooralsnog goed gaat in repetities, is de zachtheid van die vrouw. Is de oprechte liefde van haar naar haar zoon. Is haar lichtheid, haar luchtigheid. En ik ben nou eenmaal geen vrouw. Ik kan me wel voorstellen, en ik hoop dat het niet gebeurt, dat als wij opkomen als die vrouwen, dat de mensen in de eerste instantie zoals ik zeg, mannen die vrouwen spelen. Dat was een ijsbrekertje of zo. Ja, en er zijn zeker momenten ook dat het wel best wel hilarisch is om bepaalde dingen. Maar we gaan nooit een lach nastreven. Tuurlijk zal vast de eerste minuut zijn, oh, dat is grappig. Maar we hebben nog heel veel minuten die komen gaan. Met mooie verhaallijnen, mooie nummers, mooie emoties die je over moet brengen. Door het feit dat we hebben 9 acteurs die ook vrouwen moeten spelen. Er is een soort vervaging van alle de grenzen van seksualiteit en ook geslacht en alles. En dat maakt het makkelijk om naar de kern van de emoties te gaan, vind ik. Het is een heel interessante benadrukking van die emoties. Als je ziet een man die een moeder moet spelen, of een man die een man moet spelen, of een man die een vrouw moet spelen, dan blur je de lijn. Dan kijk je eigenlijk naar liefde. Je kijkt naar die emoties en je kijkt naar, en je luistert naar de woorden. En het maakt niet uit wie het is of wie het speelt. Are you here to stay in het musical landschap? Ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik voel mij hier wel op mijn plaats. Ik doe dit ontzettend graag. Dat is een droom eigenlijk die uitkomt. Dat is iets wat ik altijd al wou doen. En dan nu een nieuwe musical waarin ik een personage kan creëren, maakt het dan super interessant voor mij eigenlijk. Ja, ik hoop het wel. Ja, dat ik kan blijven meedraaien, absoluut. Wat ambieer je dan? Een vol seizoen. Onze vader.